Street Race 2020 in Oldebroek. En natuurlijk Dennis van de Kruisweg mag niet ontbreken. En met hem gaan wij natuurlijk in de voorbereidingen richting de Street Race praten. Ja, het seizoen 2020 is totaal anders verlopen. Iedereen verwacht het. We blikken even terug. 2019-2020. Het veldrijdenseizoen was uitstekend voor jou, of niet Dennis? Ja, goed seizoen gedraaid. Veel podiumplekken. Derde plek op het NK. Laatste wedstrijd gewonnen. Dan denk je van ik ga die vorm doortrekken naar de zomerperiode. Alleen ja, helaas het bekende verhaal. Geen wedstrijden. Ja, geen wedstrijden. Heb jij nog wel op je eigen wijze doorgetraind? Ja, ik ben gewoon bezig gebleven. Gewoon doen wat je kan en zoveel mogelijk proberen de vorm te onderhouden wat kan. Dat is toch moeilijk, omdat er geen wedstrijd is. Motivatie wat minder, maar je moet toch vooruitkijken. En voor Raymond hetzelfde, of is hij druk met de voorbereidingen met zijn huis? Ja, die is druk bezig met huis en Raymond heeft ander werk, daar is hij ook druk mee. Dus ja, die heeft andere dingen aan zijn hoofd. Maar beide gebroeders van de Kruisweg gaan we in de streetrace in Oldebroek weer zien? Ja, is de bedoeling dat we beide weer aan de start staan. Ja, ja, de streetrace. Ja, je stond een keer op dat podium daar, of niet? Ik heb hem al een keer gewonnen, ja, een paar jaar terug. Ja, een streetrace is wel iets speciaals. Wat is het verschil ten opzichte van het veldrijden? Harder achtergrond, andere hindernissen? Ik vind voor de voorbereiding, voor het veldrijden, vind ik een streetrace altijd heel fijn. De snelheid, interval. Maar het is toch het is een andere fiets. Het is weer op de motorbike. Het is eigenlijk, ja, dat gaat ook weer niet met elkaar te vergelijken, want het is op de weg. Maar ik vind het altijd wel leuk om te doen. Ja, het hele wielerpeloton zit natuurlijk te smachten om wedstrijd. Ook richting Oldebroek. Ja, zien we toch heel wat namen weer voorbij komen, of niet? Ja, het is een grote deelnemerslijst. Goede namen ook aan het vertrek. Ik denk dat hier de vereniging in de handjes mag knijpen met de deelnemers die ze hebben. Ja, dat belooft mooie wedstrijden. Ja, voor jezelf. Vizier gewoon op dat podium? Als ik de deelnemerslijst kijk, moet je realistisch zijn. Dat is denk ik te hoog gegrepen. Ik denk een plekje in de top 10 zou heel mooi zijn. Ja, iemand van jouw kaliber, toch met dat veldrijden in de benen, wat je kunt. De technieken die je beheerst. Ja, de snelheid. Ja, je bent veelzijdig. Moet kunnen natuurlijk, of niet? We zullen zien hoe de wedstrijd zich vordert. Ik ga me niet geen doelen stellen. Ik heb nog geen wedstrijd gereden, dus ik weet totaal niet hoe de vorm is. We gaan wel zien hoe het gaat. Ja, dan is het de streetrace, dat Nederlands kampioenschap hier in eigen Oldebroek natuurlijk. Mooi om te blijven, ATB-vereniging waar jij ook lid van bent. Ja, even over de streetrace heen kijken Dennis. Wanneer begint het seizoen voor jou? Ik zit nog te twijfelen om het Nederlands kampioenschap motorbiken te rijden eind september. Dat is nog een beetje een vraagteken. Ga ik het wel doen, ga ik het niet doen? Ga ik me volledig richten gelijk op de cross? En we hebben de kalender nu bekend zien worden. 17 oktober begint voor ons het veldrijden. Een maand later dan normaal. Maar ik ben blij dat we de wedstrijden weer hebben. Ja, jullie kalender is ook redelijk intact, toch, of niet? Ja, er zijn een paar wedstrijden die er niet opstaan. Maar over het algemeen mogen we blij zijn met 22 wedstrijden. Oké, okay, Dennis, we gaan je zien bij de Nederlandse kampioenschappen zaterdag 5 september in Oldebroek. En uiteraard hier bij de ATB-vereniging zijn we trots op jouw mooie resultaten uit het veldrijdenseizoen. En ook die derde plek op het Nederlands kampioenschap. En we hopen natuurlijk ook dat je gaat knallen samen met je broer en alle andere rijders in Oldebroek. Succes in Oldebroek! Dankjewel, ik ga mijn best doen.